Hallo, ik ben Tom de Moor en het is mij een genoegen jullie andermaal op een digitale inleiding te kunnen vergasten. Deze keer in het teken van Next Festival en ter voorbereiding op de performance Solo Colos. Een trio aan performances eigenlijk. We zien solos vanavond van Jeroen Stevens, Elko Blijweert en Mauro Pavlovski. En dat zijn drie namen die jullie waarschijnlijk niet in deze hoedanigheid op een podium verwachten. Als jullie de ogen sluiten, dan is dit waarschijnlijk het beeld dat jullie voor ogen zouden krijgen. De drie hier samen actief bij Grupo di Pavlovski. Ze zijn alle drie voornamelijk als muzikanten bekend en naast de Grupo ook elk met hun eigen projecten bezig. Jeroen Stevens, drummer en percussionist van opleiding, verdiende onder meer ook nog zijn sporen bij Lais en Tao. Elko Blijweert, gitarist, maar eigenlijk studeerde hij jazz aan het conservatorium en was ook actief onder meer bij Dead Man Ray. En dan Mauro Antonio Pavlovski, multi-instrumentalist en zanger, onder meer van Evil Superstars, ook actief bij Deus, maakte soundtrackwerk en ging ook solo aan de slag, onder meer als Maurits Pauwels. Ja, we zijn in op anders soortige podia gewoon, maar toch hebben deze heren ook een affiniteit met theater en performance. Elko Blijweert, die schreef al onder meer de soundtrack voor The Sea Within van Lisbeth Cruwe. Fantastische voorstelling, een aantal jaar geleden ook hier te zien. Zal binnenkort ook weer met haar samenwerken voor de rock performance Into the Open, die trouwens op 27 januari in een organisatie van Schouwburg Kortrijk in De Kreun te zien zal zijn. Elk apart en ook tezamen gingen ze ook al meerdere keren aan de slag bij Ultima Ves. Mauro deed dat al 5 keer, schreef onder meer de soundtrack voor Speak Low If You Speak Love. Elko deed het al 8 keer en Jeroen werkte ook al meerdere keren samen en ging soms zelfs ook al het podium op, onder meer als performer bij Bête Noire. Met hun drie stonden ze in voor de soundtrack van Nieuw Zwart, een performance van enkele jaren geleden, waar ik jullie graag nog een kort fragment van toon om even in het geheugen te brengen hoe hun muzieksfeer op een podium kan creëren. Typisch voor een samenwerking bij Wim van de Keibus is dat iedereen die meewerkt aan de voorstelling heel nauw bij het maakproces betrokken wordt. En dus zien de drie heren, onder meer bij deze voorstelling, hoe de dans en de performance zich ontwikkelt. Dat is iets wat hen inspireert.
Hun eigen performances gaan steeds theatraler worden. Dat is iets wat we voornamelijk bij Mauro zien. En bij hem begint het dan ook het eerste kriebelen om er eigenlijk zelf eens iets mee te gaan doen. In 2016 klopt hij aan bij Greet van Poek. Zij was 15 jaar dramaturge bij Van de Keibus. En hij peilt eens of zij zin heeft om samen iets te doen. Die zin is er zeker en vast bij haar. Maar ze vindt wel dat Mauro's werk misschien niet geschikt is om meteen een avondvullend programma mee te maken. Gezien hij heel experimenteel en heel compact werkt. En dus ziet zij de oplossing, namelijk de drie heren samen te brengen. Ze wil drie korte performances maken. En die krijgen doorheen het maakproces de naam Solo Kolos. Een kolos aan solo's. Een titel die Elko bedenkt, een grote fan van palindromen. En deze solo-kolos zal in zijn voorstelling zelfs ook nog even zijn opwachting maken. Ze gaan in verschillende fases te werk. Eerst en vooral worden er afspraken gemaakt rond de lengte van de stukken en de invalshoek. Het plan is om niet narratief te werken, maar om wel steeds een autobiografisch element erin te verwerken. En dan voornamelijk te gaan nadenken hoe zij elk in hun levensfase naar de wereld kijken. We zien hier namelijk in respectievelijke volgorde op de slide en ook in de performances Jeroen als dertiger, Elko als veertiger en Mauro als prille vijftiger die hun eigen blik op de wereld rondom hen zullen hebben. Na deze afspraken gaan de drie elk apart in residentie bij de single om hun eigen solo te maken. En op het einde worden die eindjes weer met elkaar verbonden. Doorheen het proces krijgen ze feedback en ondersteuning van Wim van de Keibus en Lisbeth Gruet. Dat zijn natuurlijk niet de minsten. Greet van Poek die overziet en die tovert de heren om in deze drie performers. Zij doet dit binnen haar eigen filosofie van het zoeken naar experiment en inclusie in het theater. En binnen inclusie valt ook om de dilettant, de performer zonder technische onderlegdheid, op het podium te zetten. Die geeft namelijk een zeer interessante fragiliteit aan een performance. Deze drie heren zijn uiteraard een podium gewoon, maar zijn dat gewoon binnen muziek dat toch met een veel sneller ritme werkt. Zij stelt één voorwaarde en dat is dat de voorstelling geen persiflage moet worden. Maar dat is eigenlijk iets waar ze geen vrees voor heeft, aangezien ze bijna alle drie meteen een immens respect voor het genre merkt. Samen gaan ze dus op trip. En die trip, dat is eigenlijk wat de voorstelling ook geworden is. Het is een driegangenmenu van muzikanten met interesse in performance en in beeldende kunst die eigenlijk een soort van art brut op het podium maken. Een stroming waarin ook de dilettant de kunstenaar was. En zij doen dat ook vanuit hun gemeenschappelijke filosofie dat ze het niet safe willen spelen. Ik laat jullie graag even door hun drie solo's in de respectievelijke volgorde waarop jullie die te zien zullen krijgen. Jeroen die presenteert Look Ma, I'm Dancing. De meest dansante voorstelling. Hij wilde echt met de dans aan de slag gaan. En hij creëert een soort danse brut op een eclectische soundtrack collage die hij zelf schreef. We horen en we zien hem dansen op techno, tapdans, jazz, ballroom. En dat zal heen en weer zappen als een soort kolkende massa van geluidsinvloeden die als een overvloed op hem afkomen, zoals producent als consument van de muziek. Hij trotseert die flux in kostuums van de beeldend kunstenares Tina Scott, die ook een belangrijke rol zullen spelen. De veelkleurigheid, de reflectie die steeds meer opgebouwd wordt, zal ook een belangrijk visueel element op het podium zijn. Een heel flitsende, inleidende solo, een heel ander tempo dan die van Elko, On Left Bank. Een meer textuele voorstelling die opgedragen is aan zijn grootvader. Een zeer belangrijke figuur in zijn ontwikkelingsproces. De voorstelling speelt zich af in het typisch Vlaamse steendorp. En Elko laat ons daarvan de couleur locale proeven. En ook van de inconsequenties in de verhalen van de bewoners die soms heel moeilijke keuzes zullen moeten maken. Hij creëert daar een magisch realistisch element rond, koppelt dat aan een voodoo-ritueel
dat uitgevoerd moet worden. En maakt ook linken en associaties met zijn persoonlijke reizen, onder meer doorheen Borneo. Hij gaat graven in zijn heden en in zijn verleden en hij biedt ons een mix van genres. Donkere elektronica, die hij zelf schreef, volksdans, onder meer uit het ritueel dat opgevoerd moet worden, en voordracht, waarin we ook een stevig stukje Steendorps dialect zullen horen. Na deze voorstelling is het tijd aan Mauro met Rocker. En Rocker is een ware moodpiece. Een collage van geluidsopnames, een lichtspel en een quasi onherkenbare Mauro op het podium die een aantal tableaux vivants creëert, geïnspireerd door de beeldende kunst die hem zijn leven lang al op het netvlies gebrand is. Het is een zeer mysterieuze, kortere performance die ook na de andere twee gemaakt werd. Hij wilde eerst een beetje zien waar zijn collega's heen gingen voor hij zelf aan de slag ging. En hij ging aan de slag als de intuïtieve kunstenaar die hij sowieso is, maar wel op een ander ritme dan in zijn muzikale werk. Er is veel meer plaats voor verstilling en voor traagheid hier. Ziezo, dit is de triple bill die jullie vanavond te zien krijgen. Een stuiterende opwarmer van Jeroen om de leden bij los te maken. Een meer introspectieve voorstelling van Elko en een bezwerende coda van Mauro. Eén advies, laat alles los, zoek niet naar betekenis, maar ga mee in de heerlijk absurdistische flow van Solo Colos. Heel veel plezier ermee en graag tot de volgende keer in de Schouwburg.